Welkom bij de Landscape Podcast, waar ik taboe onderwerpen op de kaart zet en bespreekbaar maak. Ik wens je heel veel luisterplezier. Een paar weken terug liep ik uh, op het strand. Ik uh, was heel vroeg opgestaan, ik rond een uurtje of vijf, half zes. En ik had heel veel zin om naar het strand te gaan. Ik werd wakker met een heel vol hoofd, heel veel gedachten, dus ook wel een beetje anxiety. Dus ik had zoiets van: ik ga gewoon lekker naar het strand, de plek waar ik het allerliefste ben. En wat ik altijd zo mooi vind aan het strand, is dat de sfeer daar in de ochtend zo anders is dan in de avond. Ik woon zelf in Den Haag, dus ik ga dan altijd richting Scheveningen. En in de avond ben ik altijd meer bij het zwarte pad, en waar echt alle feestjes zijn, en waar alle grote groepen zijn met vrienden en gezelligheid. Maar in de ochtend ga ik liever naar Zuiderstrand. Als je er dan komt, waren er allemaal mensen die dan lekker hun hond aan het uitlaten waren. Er waren mensen die uh, de zee ingingen, dus echt 's ochtends vroeg. En het was echt nog best wel koud die dag ook. Uh, of die aan het mediteren waren, ergens op een strandhanddoek. Het was zo een fijne vibe. En uh, ik had eventjes een tijdje gewandeld. En toen ging ik zitten. En toen dacht ik: Oké, okay, laat ik gewoon even wat dingen voor mezelf opschrijven. Ik uh, vind het sowieso vaak fijn om in de ochtend te doen, vooral als ik echt met een heel vol hoofd wakker word. Ik denk oké, okay, voordat ik überhaupt iets ga uitvoeren, ik ga eerst even zitten, schrijven wat uh, ik allemaal voel en denk en dan vanuit daar kan ik verder. En ik begon toen met het maken van een lijstje van dingen die ik op dit moment doe in mijn leven, die mij blij maken, die mij gelukkig maken. En op persoonlijk vlak kon ik genoeg dingen noemen. Alleen al kleine dingen als dus een strandwandeling maken of elke dag dag beginnen met yoga. Dat zijn dingen die mij heel veel geluk brengen. En toen op een gegeven moment kwam ik bij het lijstje van werk en carrière. En toen dacht ik, oké, okay, wat zijn de dingen die ik nu doe die mij heel veel geluk brengen? En ik keek echt naar mijn scherm. En ik keek en ik keek. En het enige wat ik uit mijn vingers kreeg, was het maken van podcast. En ik zat echt zo van. Nou, is dit nou letterlijk het enige? Ik doe zoveel. Ik heb een parttime baan met een heel leuk team waar ik in zit. Ik ben een eigen merk aan het opstarten. Een Instagram account wat ik helemaal beheer. Hoezo kan ik dit nu hier niet bijschrijven? Word ik hier dan niet happy van? Dus ik merkte dat ik daar best wel wat vraagtekens bij kreeg. Maar zoiets had van, weet je, ik laat het gewoon heel even liggen. Ik ga gewoon weer lekker naar huis. Ik ga gewoon weer door met hè, de dag. Um, en ik kijk daar later wel even naar. Door de weken heen. Merkte ik dat het uh, eigenlijk steeds minder goed ging. Ik deed gewoon mijn ding. Ik ging gewoon naar werk. Ik uh, ja, was ondertussen, terwijl ik thuis kwam, bezig met het opbouwen van mijn lingeriemerk, die ik heel graag wil. Maakte hier en daar een weekvlog. Ik was gewoon altijd gewoon mijn dagelijkse dingen aan het doen. Maar ik merkte dat de ochtenden vooral steeds zwaarder werden. Ik werd wakker met eigenlijk altijd hetzelfde gevoel. Vol hoofd, heel veel anxiety. En met anxiety hoe dat bij mij uit dat ik echt een soort van stresskriebel heb. Eigenlijk door mijn hele lichaam heen. En ik voel me voornamelijk heel erg in mijn borst. En dat ik echt gewoon wakker werd en dacht: oh my god, oké, okay, de dag moet weer beginnen. En ik moet heel veel doen. Hoe ga ik dat allemaal doen? Adem in, adem uit. We gaan gewoon. En dat is soort van hoe ik elke dag wakker werd. En dat was echt wel pittig. En dat werd ook steeds ja, zwaarder. Nou, en dan stapte ik uit bed en dan probeerde ik soort van echt wat van mijn ochtend te maken en van mijn dag. En dat lukte dan ook wel. En dan ging het ook steeds beter. Uh, maar vervolgens herhaalde weer hetzelfde patroon zich de dag daarna. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van: oké, okay, ik, ik, ik moet iets veranderen. Want ik voel me duidelijk niet echt helemaal lekker. Um, ik snap niet zo goed waarom. Want dingen gaan in principe prima, ik doe gewoon mijn ding, maar er zit blijkbaar iets, ja, wat me toch een beetje soort van steekt, maar ik kon er dus niet bij wat. Dus ik dacht, oké, okay, weet je wat? Omdat die ochtenden dus best wel pittig zijn, laat ik mijn ochtendroutine omgooien. Dus besloot ik om veel eerder op te gaan staan. Normaal sta ik rond een uurtje of zes half zeven op, vooral op kantoordagen, dan heb ik ongeveer een uurtje om mezelf op te maken, klaar te maken, en dan ga ik uh, naar werk. En ik had zoiets van, ik wil de ochtenden meer gebruiken om echt met mezelf te zijn, want ik kom dan thuis van werk, ik ben heel erg moe. Uh, dan heb ik één uurtje de tijd om even te Netflix of wat met mezelf te doen. En dan ga ik er weer naar bed. Dus ik had meer de behoefte om echt, ja, echt ruimte te maken voor mezelf. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan kies ik ervoor om om vijf uur ochtends op te gaan staan. Dus nou, ik maakte daar helemaal een soort challenge van. Ik dacht, super leuk. Uh, ga ik gewoon veel eerder naar bed. Sta ik eerder op. En dan heb ik echt gewoon ruim anderhalf uur elke ochtend de tijd om iets te doen wat ik leuk vind. Dus begon ik uh, bijna elke dag met dus een strandwandeling of een uh, uitgebreide yogales. Of dat ik uh, mijn dag begon in het zonnetje op een balkon waar ik uh, manifestaties uitgeef. Of gewoon ja, dingen die al mijn mind waren. En het deed me echt onwijs goed. Ik dacht, wow, oké, okay, volgens mij is dit gewoon nu hetgene wat ik nodig heb. Ik heb gewoon structuur nodig, een, een hele strakke ochtendroutine, meer tijd voor mezelf. Dit is soort van nu het recept wat ik nodig heb om me mentaal beter te voelen. Dus deed ik dat ongeveer voor een week of twee. Um, ik had zoiets van, nou, dit gaat wel lekker. Ik voel me wel goed. Maar naarmate de weken vorderden merkte ik eigenlijk dat het maar een heel klein beetje hielp. Maar het haalde eigenlijk niet de druk van de deksel af. Ik werd eigenlijk nog steeds heel vaak wakker. Met dus die anxiety-kliebels, een vol hoofd. En doordat ik mijn ochtendroutine verlengde, had ik langer de tijd om van die gevoelens als het ware af te komen. En dus beter mijn dag te beginnen. Maar ze waren er nog steeds. En op een gegeven moment begon het echt onwijs aan me te knagen. Ik had echt zoiets van: wat is er nou? Waarom voel ik me gewoon niet zoals ik me wil voelen? Ik had heel erg het gevoel dat er echt iets moest veranderen. Uh, maar ik wist gewoon niet zo goed wat. Ik wist gewoon niet wat voor een pijnpunt was. Waarom ik me niet lekker voelde. Dus op een gegeven moment kwam er echt een breekpunt. Nou, dat was op een dag dat ik naar de sportschool ging. Ik was in de ochtend uh, vroeg naar de gym gegaan. En ik zat daar en mijn hoofd ging echt naar standje honderd. Het ging alle kanten op. Mijn gedachten gingen echt van hot naar her. En het was niet per se dat ik um, ja, over één specifiek ding heel erg aan piekeren was of zo. Ik, pff, mijn, hoofd was gewoon echt heel erg vol. Dat je gewoon continu aanstaat. En ik vond dat echt heel vervelend. En ik merkte dat in de gym, dat het me echt ook helemaal tegen ging staan. Dus op een gegeven moment had zoiets van, weet je wat, ik ga gewoon naar huis. Oh, het lukt me gewoon even niet. En toen uh, kwam ik thuis en toen was een vriendinnetje van mij, uh, M was hier. Nou ja, en ik merkte ook gewoon heel erg dat ik mijn verhaal kwijt moest. Dus ik ging bij haar op bed zitten en uh, nou ja, eigenlijk kwam toen gewoon alles eruit. Gewoon alles waar ik toen die, al die weken, of eigenlijk al maanden, waar ik tegenaan liep. Hoe ik me voelde. Dat ik zo baalde dat ik niet happy was. Dat ik niet wist wat er aan de hand was. Dat ik niet lekker in mijn energie zat. Nou, en het kwam er echt tranen met tijd. Hoe kwam het eruit? En dat vond ik ook alweer heel fijn. Want ik dacht, ah, oh, finally. Ik kan er een soort van een beetje bij, weet je wel. Toen had ik een heel goed gesprek met haar. En toen kwam eigenlijk naar voren. Wat ik dus al een tijdje in die boekenkast had gestopt. Dat ik dus heel erg op een soort van pad zat. Vooral carrièrewijs. Waar ik gewoon totaal niet happy was. Of me niet happy voelde. En ja, dat heb ik natuurlijk heel erg in die boekenkast gestopt. En ik dacht, ik kijk er gewoon niet naar. Ik doe mijn ogen dicht. En ik ga gewoon door. Maar ja, dat blijft gewoon aan je hangen. Aan je knagen. Daar kom je niet zomaar vanaf. En toen zat ik met haar op bed. En toen dacht ik, oké, okay, wat moet ik nu doen? Van wat is nu een stap die ik voor mezelf kan maken? Om uh, ja, eigenlijk die, dus weer die druk van de deksel af te halen... om me minder angstig te voelen en om me uiteindelijk ja, happier te voelen... en mezelf meer te kunnen dragen. Toen dacht ik, ik heb een idee. Ik ga alles op de handrem zetten. Ik ga gewoon even heel veel dingen on -hold zetten... want ik heb gewoon de ruimte nodig om na te kunnen denken over wat ik wil... waar ik nu sta en wat ik gewoon nu moet doen om mezelf weer happy te maken. Nou, een van de dingen die eruit kwam... en dat was echt een gigantisch moeilijke beslissing... Uh, is dat ik mijn lingeriemerk even helemaal onhold uh, wilde zetten? Om je daar een beetje een background story over te geven. Ik uh, werk nu al anderhalf jaar aan een lingeriemerk die ik opzet. Ik deel er uh, hier wat dingen over op Instagram en op TikTok. Ik ben het echt begonnen vanuit een droom. Vanaf jongs af aan heb ik al ja, de grote droom om mijn eigen merk te hebben en om mijn eigen producten te ontwikkelen. En ja, echt gewoon iets te maken wat van mij is. En het feit dat ik uh, nu ik ouder ben, de mogelijkheden heb om dat te doen. En die kinderdroom werkelijkheid te maken. Dat is natuurlijk echt fantastisch. En dat is iets waar ik anderhalf jaar lang heel erg van heb genoten. Maar ik merkte hoe verder ik dat proces inging. En hoe meer ik bezig was met mijn merk. Hoe meer het aan me ging hangen. En hoe meer het eigenlijk meer een soort last werd. Dan iets wat ik echt heel leuk vond. En ik merkte dat dat eigenlijk al wel. Um, een tijdje speelde. Maar het is super moeilijk om dat toe te geven aan jezelf. Omdat naast dat het iets is waar ik al duizenden euro's in heb geïnvesteerd, dat is één ding. Is het een kinderdroom die je voor jezelf werkelijkheid maakt, waarvan je echt dacht. Dit is het. Hier moet ik wel voldoening en geluk uithalen. En als je dan vervolgens beseft dat dat niet gebeurt. Is dat gewoon heel erg moeilijk om toe te geven aan jezelf? En ik zat dus op bed en uh, nou ja, ik vertelde dus tegen M dat ik uh, ja, eigenlijk gewoon even helemaal geen geluk haal uit mijn merk en het opbouwen ervan. En dat ik zoiets had van, ik ben nu een droom werkelijkheid aan het maken, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of het nog wel mijn droom is. Dus ik had zoiets van, oké, okay, ik moet nu wel een beslissing voor mezelf gaan maken. En dat is dat ik uh, ja, het merk gewoon even helemaal onhold wilde zetten. En dat betekent niet dat ik alles wat ik in die anderhalf jaar tijd heb opgebouwd. Dat ik, dat ik het in de prullenbak gooi. Of dat ik mijn droom niet meer werkelijkheid kan maken. Nee, het was gewoon nu op dit moment dat ik gewoon in een fase zit in mijn leven waarvan ik denk: ja, is dit nu iets wat ik nu wil? Ik weet het gewoon niet. Dus toen heb ik mijn fashion designer opgebeld, een paar dagen daarna. En een heel mooi gesprek met haar gehad. En eigenlijk uitgelegd: van ja, ik de rem moet erop. En dat voelde als een onwijze relief. Het was echt alsof er. 30 kilo van mijn schouders afviel. Ik dacht, holy shit. Oké, okay, volgens mij zit ik op een punt waarbij ik soort van weet waar dus nu mijn stress vandaan kwam, waar ik uh, ja gewoon mijn, mijn, mijn happiness een beetje in ben verloren. Dus dat was de eerste stap die ik had gemaakt. Een ander ding waar ik eigenlijk al een tijdje tegen aanliep... en waardoor ik me niet heel erg lekker voelde... is dat ik niet meer heel erg happy was bij uh, mijn loondienstbaan. Ik werk drie dagen in de week part-time bij een influencer-marketingbureau. Daar ben ik als stagiair begonnen... en uh, in 2,5 jaar tijd eigenlijk helemaal opgegroeid in dat team. Fantastische tijd gehad. Uh, iets waar ik heel erg veel uh, leerde en wat ik heel leuk vond. Maar ik wist ook altijd wel deep down dat ik gewoon van in mijn hart en nieren, zeg maar, een ondernemer ben. En dat loondienst gewoon niet iets is waar ik forever in wil blijven. Maar ik ja, had die baan ook deels voor financiële zekerheid. Uh, want ondernemen is superleuk. Het is echt amazing en heel fijn, maar het brengt ook heel veel onzekerheden met zich mee. En ik had die baan echt uh, ja, voor dat stukje zekerheid. Dat ik altijd gewoon wist dat ik mijn huur kon betalen elke maand. En ik had op een gegeven moment, denk ik een beetje eind mei... dat ik zoiets had van... Hmm, Vind ik het nog wel leuk? Ben ik er nog wel happy? Ik weet het gewoon niet zo goed. Dus toen dacht ik, weet je, ik, uh, ik ging toen destijds naar Porto, even een weekje eruit. Toen dacht ik, nou heb ik daar gewoon lekker de ruimte om erover na te denken. Heb ik toen gedaan. En uh, toen kwam ik eigenlijk al heel snel eruit van, ja, ik wil hier eigenlijk weg. Nou, toen dacht ik, oké, okay, Len, niet te snel beslissingen maken. Want wat ik dus heel moeilijk vond, omdat ik dus er helemaal niet lekker in zat, heel veel in mijn hoofd zat, vond ik het ook heel moeilijk om daadwerkelijk knopen door te hakken. Omdat ik dacht van, ja, maar... Ik weet het allemaal even niet zo goed en ik zit er allemaal even niet zo lekker in. Dus. Ben ik nu in de juiste state of mind om dit soort grote beslissingen te gaan maken? Ik weet het gewoon niet. Wat ervoor zorgde dat ik letterlijk eigenlijk een beetje ja, blokkeerde. Zo van shit, ik voel me niet chill. Maar ik durf eigenlijk ook niet heel veel beslissingen te maken. Omdat ik me dus niet chill voel. En dat was echt zo'n soort van ongoing cycle, waar ik gewoon niet helemaal uitkwam. Dus toen weer terug naar dat gesprek van M, kwam dat eruit. En uh, toen hadden we zoiets van: weet je wat? Je gaat er, je gaat er gewoon nog heel even over nadenken. Dus toen. Uh, ging ik ook toevallig dat uh, weekend of weekend daarna met haar naar Parijs? Een paar dagen er ook even helemaal lekker uit. Um, en toen dacht ik, nou, dan ga ik in Parijs. Ik weet ook niet waarom ik dan elke keer in het buitenland soort van erover na moet denken. Maar goed, ga ik daar nog even goed nadenken over of ik echt weg wil of niet? Ik kom op reis toch altijd ook wel tot veel inzichten. Omdat je toch even helemaal uit je veilige omgeving stapt. En je daardoor ook even vanaf een ander perspectief naar dingen kan kijken. Nou ja, en toen uh, zat ik in de Talies. En. Um nou ja, was natuurlijk veel aan het reflecteren, veel aan het nadenken. Want ik had eigenlijk dit tripje geboekt naar Parijs. voor mijn lingeriemerk. Ik uh, zou eigenlijk dat weekend naar een lingeriebeurs gaan. Uh, maar ja, goed, ik had natuurlijk mijn merk on hold gezet. En toen dacht ik, ja, ga ik dan ook nog naar die beurs? Ik weet het gewoon niet. Ik, uh, ik wist het gewoon allemaal even helemaal niet. Gewoon als ik ook. Mijn afgelopen weken of maanden kan omschrijven, is letterlijk gewoon: ik wist het allemaal niet. Gewoon, <laughs> gewoon op een punt in je leven waar je denkt: ik weet gewoon niet wat ik wil, wat ik voel. Wat helemaal oké okay is trouwens. Maar het is heel moeilijk om je daar aan over te geven. Ik zat in de trein maar te dubben. Moet ik naar die beurs. Moet ik niet naar die beurs. Moet ik ontslag nemen? Moet ik niet ontslag nemen? En toen zei M heel mooi: van: weet je wat? We gaan gewoon lekker Parijs in. En morgen, als je wakker wordt, kan je gewoon aanvoelen of jij zin hebt om naar die beurs te gaan of niet. Ik dacht, oké, okay, chill, dat geeft me een soort van rust. Nou, dus toen werd ik de volgende dag daar wakker en ik had zo geen zin om naar die beurs te gaan en dat vond ik ook echt heel confronterend, want ik dacht, maar mijn merk is toch een soort van mijn droom en ik ga nu naar een beurs wat een soort van echt een valhalla voor mij moet zijn, waar ik allemaal leveranciers kan spreken en allemaal mooie stoffen kan werven en dat is gewoon de place to be eigenlijk waar ik moet zijn, maar ik wil niet. Toen heb ik dus ook besloten om niet te gaan, want ik dacht, ja, ik voel weerstand. Ik, ik, ik voel niet dat ik het echt wil, dus ga ik het ook niet doen. Voor hetzelfde zelf ik op die beurs en denk ik echt, nou, wat doe ik hier? Ik wilde dat gewoon voorkomen. En ik kwam ook uh, dat weekend tot de conclusie dat ik ontslag wilde nemen. Dus, grote stappen. Ik uh, kwam dus uit Parijs en uh, toen nou ja, met mijn baas gaan zitten en verteld, ik ga weg. Um, voelde ook weer echt als letterlijk 20 kilo wat van mijn schouders afviel. Ik dacht, oké, okay, dit was blijkbaar ook iets wat zo erg aan mij hing. Ja, en ontslag nemen was echt wel heel spannend, want er zitten natuurlijk heel veel risico's aan. Uh, ik laat los wat ik, wat ik ken, wat familier voor mij is. Ik laat een stukje echt letterlijk veiligheid los uh, om te kiezen voor mijn eigen geluk. Ja, dat was echt wel gewoon een thema wat dus de afgelopen weken heel erg bij mij heeft gespeeld. Toen vervolgens had ik nog een derde besluit genomen. <laughs> ik had echt een soort stappenplan. Ik zat al een paar weken te wikken en te wegen van ik merk dat ik mentaal dit niet in mijn eentje kan. Ik heb gewoon fases in mijn leven, dat herkennen denk ik heel veel mensen wel, waarin uh, nou, het dus even wat minder gaat. En dat je dus ook het niet alleen wil doen. Uh, dus meestal kies ik er dan voor om uh, in therapie te gaan. Dus ik had ook zoiets van, uh, nou, wil ik weer mijn therapeut opbellen? Wil ik misschien weer met haar gaan zitten, hè, sparren, kijken wat er aan de hand is? Maar ik dacht, nee, dat is niet helemaal wat ik voel. Want ik denk dat ik eigenlijk wel weet wat ik nodig heb. Um, en dat is niet per se een therapie sessie, maar eerder een soort coach die me begeleidt. En die echt met mij gaat kijken van, wat wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik in dit leven? Wat maakt mij blij? Want ik ben het gewoon gedurende de tijd een beetje kwijtgeraakt. Dus toen heb ik een business coach gevonden. Ik heb een call met haar ingepland. Al meteen een mega klik met haar. Ik dacht, nou, dit is echt gewoon meant to be. Uh, dit uh, ja, moet ik doen. En uh, met haar ga ik dan nu ook een drie maanden traject aan. waarin ik gewoon helemaal ga diepduiven in ja. Wat ik wil en waar ik gelukkig van word, dat voelt heel goed. En uh, doe me een beetje hetzelfde denken aan toen ik in 2020 in therapie zat. Toen uh, was net de allereerste lockdown in maart. En dat kwam achteraf voor mij eigenlijk best wel qua timing, hoe gek het ook klinkt, goed uit. Want ik kwam dan thuis van therapie en normaal, toen corona er niet was, zou ik meteen doorgaan naar kantoor. En gewoon werken en niet een soort van heel erg kunnen nadenken over, oh, wat is er eigenlijk net allemaal gezegd en wat heb ik net allemaal gevoeld. En nu kwam ik thuis en kon ik gewoon letterlijk op mijn yoga mat gaan zitten en gewoon gaan mediteren... en nadenken over, oh, wat, wat heb ik allemaal zojuist uh, meegemaakt in die sessie. Dus ik geef mezelf nu eigenlijk weer die ruimte en dat vind ik echt heel fijn. En ik heb ook wel echt het geluk dat ik voor mezelf een, um, eigenlijk een werkomgeving heb gecreëerd... Waarbij ik ook wat rustiger aan kan doen. En waarbij ik dus ook ontslag kan nemen. Maar nog steeds wel de financiële zekerheid heb om mijn huur te betalen. Omdat ik natuurlijk gewoon mijn YouTube heb en mijn podcast en um, ja, freelance werk wat ik doe. Ik, ik, ik ja, heb eigenlijk van alle kanten wel inkomstenbronnen. En wat ook heel erg geholpen is, omdat ik dus nu even mijn merk onhold heb gezet. Waar dus uh, eigenlijk heel veel geld in ging, hou ik dat geld nu dus ook vast. Het was ook wel mooi. Ik kreeg een, een uh, opdracht van mijn uh, coach. En daarin zei ze: maak een lijstje met alle dromen die je had als kind. En schrijf erbij op welke dromen je daarvan werkelijkheid hebt gemaakt en welke dromen geen werkelijkheid zijn geworden. En die geen werkelijkheid zijn geworden, of je die nog zou willen doen. En dat was zo'n mooie en leuke opdracht om te doen. Omdat ik. Uh, ja, gewoon opeens heel erg weer ging nadenken over... ...oh ja, wat wilde ik eigenlijk allemaal als kind? En ik wilde actrice worden. Ik wilde presentatrice worden. Ik weet dat Nikki Plessen toen zij uh, presentatrice was bij TMF... ...zij was echt mijn role model... Toen ik dat zag, dacht ik: ik wil dit ook. Ik wil ook gaan presenteren. Ik wil schrijfster worden. Uh, ik had toen ik een jaartje of elf was, een blog waar ik heel veel dingen op schreef, ook allemaal gedachtes en dingen die me bezig hielden. Uh, ik schreef altijd kleine verhaaltjes die ik dan voorlas aan mijn ouders. Ik wilde mijn eigen winkel openen, dus dat daar kwam ook natuurlijk een beetje. Het hele eigen merkverhaal bij. Ja, als kind had ik altijd wel al heel erg die dromen soort van voor me. En ik handelde daar ook trouwens ook echt naar. Want ik wilde de dus schrijfster worden, dus begon ik een blog. Ik wilde presentatrice worden, dus begon ik een YouTube-kanaal. Ik wilde actrice worden, dus ging ik op toneelles. Ik handelde eigenlijk vanaf vrij jongs af aan al naar de dingen die ik echt wilde. Um, en dat heb ik eigenlijk altijd vastgehouden. Dus op een moment dat je dan op een punt zat in je leven waar je denkt, um, en nu. Een soort van: ik, ik handel naar de dingen die ik wil, maar wil ik ze eigenlijk nog wel echt? En word ik hier echt gelukkig van? En wat nou, als ik er niet gelukkig van word, wat moet ik dan? En wat mijn coach toen ook heel mooi zei, was: Ga de komende weken bloed eerlijk met jezelf zijn. Gewoon dat je echt naar jezelf in de spiegel kijkt en gewoon echt even heel eerlijk met jezelf bent. Over dus bepaalde dingen die je doet, of waarvan je het idee hebt van. Ben ik helemaal eerlijk naar mezelf weer in? I don't know, I'm not sure. Dus ben ik dat ook echt gaan oefenen. En dat is echt een hele confronterende opdracht, moet ik zeggen. Want je denkt ook vaak dat je wel echt eerlijk bent naar jezelf. Maar eigenlijk zit er soms ook wel een beetje, nou ja, toch een soort verbloeming in. Of doe je toch dingen omdat je het verwacht van jezelf. Of dat anderen dat wellicht van je verwachten. En een van de dingen waar ik dus bloed eerlijk in ben geweest naar mezelf. Uh, is dat ik gewoon uiteindelijk heb herkend van. Het gaat gewoon even niet zo goed. Ik zit er gewoon even niet zo lekker in. En hoe meer je tegen het idee duwt dat je er niet zo lekker in zit of het even niet zo goed weet, hoe zwaarder het wordt. En daarom dat mijn ochtenden op een gegeven moment ook steeds zwaarder werden, omdat ik zo aan het duwen was naar kom op, weet je wel. Word nou vrolijker, word nou happier? Ga nou gewoon je bed uit en je ding doen. Terwijl alles in mijn lichaam zoiets had van nee, dat willen we gewoon even niet. Ik kreeg laatst een DM van iemand en die vroeg: uh, ja, hoe, ga je, hoe ga je om met dalen in je leven? Als het niet gaat. Hoe heb je daar tips voor? Want ik vind het zo moeilijk om maar te accepteren dat ik in een dal zit. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Heb ik daar tips voor? Dan dacht ik: Nou, een van de dingen uh, wat heel erg erbij helpt, is letterlijk overgave. Geef je eraan over dat het even niet gaat. En dat is echt zoveel makkelijker gezegd dan gedaan. Ik vind dit zelf het moeilijkste gedeelte van. Al, alles soort van. Als je in een dal zit, dat je letterlijk je eraan moet overgeven. Maar op het moment dat je dat doet, dan stop je met duwen. En dan stop je met weerstand creëren voor jezelf. En dan laat je het er letterlijk helemaal zijn. En dat gaf mij zoveel inzichten en ook zoveel rust. Ook heel veel helbuien moet ik zeggen. Maar dat is ook huilen is ook loslaten. Met huilen laat je heel veel los. Um, dus dat vond ik eigenlijk alleen maar fijn. Die overgave en dat je echt zoiets hebt van oké. Okay. Ja, weet je wel. Van ik weet het gewoon allemaal even niet. Dan kan je overgaan op actie. Wat moet er veranderen op dit moment in mijn leven om mij beter te kunnen dragen. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Zoals dus wat ik bijvoorbeeld deed: ik ga een uurtje eerder opstaan. Zodat ik elke ochtend lekker naar het strand kan. Of een yogalesje kan doen. Het klinkt trouwens als iets heel, heel kleins, maar dat was voor mij wel een hele grote impact. Maar het kunnen dus ook hele grote dingen zijn, zoals ook bij mij. Ontslag nemen bij een baan die je niet meer leuk vindt. Of wellicht misschien ook een relatie beëindigen. Waar... Uh, ja eigenlijk al heel lang voelt dat het hem niet meer is. of dat jij er niet meer gevoed door wordt. En om dan nog even terug te komen bij de strandwandeling. die ik dus ochtends had. waarbij ik dus eigenlijk alleen kon opschrijven. dat podcast maken mij happy maakt. Um, toen kwam ik dus tot de realisatie. dat ik eigenlijk alles van mijn werkleven. soort van uitvoerde. behalve dat. Ik had al twee maanden of langer. geen podcast opgenomen. omdat ik zo. Een soort van in een knoop zat met alle andere dingen die ik deed. Die me dus eigenlijk helemaal geen energie gaven. Um, waardoor ik eigenlijk helemaal geen ruimte maakte voor iets wat ik echt heel leuk vond. Ik geloof er ook heel erg in dat in periodes waarin we dus heel erg in die dalen zitten. Waar ik dus ook echt al in heb gezeten en nog steeds ook echt nog wel een beetje in zit. Ik ben een soort van nu on my way om uit de dal te kruipen. Maar ik ben er zeker nog niet helemaal uit. Is dat... Dit soort fases in ons leven ons zo ver brengen. Het brengt je zoveel inzichten. En het brengt je ook zoveel dichter bij jezelf. Wat ervoor zorgt dat er zoveel geluk en voldoening om de hoek staat. En dat helpt mij ook heel erg bij het, het me doorheen sleuren als ik in een dal zit. Um, als ik daar dan toch wat tips over kan geven. Dat ik gewoon weet van er gaat weer een moment komen waarin ik weer zoveel geluk ga ervaren. En terugkijk op deze tijd en denk, holy shit, dat heb ik wel gewoon even geflikt. Ik heb mezelf eruit gehaald. Ik heb gehandeld naar hoe uh, ja, ik dat wilde en wat mij heeft gediend. En waardoor ik. Maar weer happy voel. En dan voel je echt zo'n soort dankbaarheid naar jezelf. En ik heb dat zelf echt al een paar keer mogen ervaren. Vooral in fases toen ik begon met therapie en er dan uitging. En ik weet nog heel goed, ik ging toen in 2020 uit therapie in juni ergens richting de zomer. En ik had een taartje voor mezelf gehaald. En ik zat zo alleen op mijn kamertje nog in mijn oude woning. En ik was dat taartje aan het eten en ik dacht, dat heb ik gewoon gedaan. Ik heb het gewoon geflikt. Oh, ik word er echt een beetje emo van jeetje. Ik ben wel echt de laatste tijd veel aan het huilen tijdens de podcast. Oh, in mijn vorige aflevering ook al. Maar goed, dat is gewoon ja, een soort van dat, gevo dat, dat trotse gevoel van dat heb ik wel gewoon even gedaan. En um, dus ook nu voor mij, die afgelopen fases, van weet je wel, dat ontslag nemen. En dus ook vooral heel erg mijn grootste droom eigenlijk omhoog zetten. Om gewoon echt even. Stil te staan en te kijken van, maar wat wil ik en wat maakt mij nou blij? Dat is ook zo'n grote stap geweest waar ik zo trots op ben. En ik heb geen idee waar het me gaat brengen. Ik weet ook niet of ik over een half jaar misschien weer met mijn merk wil beginnen. Of misschien pas over drie jaar. Of wellicht wel nooit. Ik weet het gewoon niet. En het niet weten is echt zo oké. Okay. En ik ben dat nu zo aan het omarmen. Ik creëer echt de ruimte voor jezelf om te achterhalen waar je gelukkig van wordt. Dat is echt zo fucking belangrijk. Ik heb dat gewoon heel lang niet gedaan. Soms is gewoon even stilstaan, al is dat maar letterlijk een dag waarin je gewoon een dag voor jezelf neemt om gewoon even helemaal met jezelf te zijn en gewoon even naar binnen te keren en te denken: oké, okay, waar word ik echt happy van? En welke dingen doe ik nu in mijn leven die mij heel veel geluk brengen? En welke dingen brengen me ook vooral geen geluk en geen voldoening? Ja, dat is gewoon heel waardevol. Vooral in een wereld waar we altijd zo aan het rennen zijn en zoveel moeten van onszelf. en ja, waarin, waarin gewoon heel veel van ons gevraagd wordt. dan is het juist heel powerful om gewoon even stil te durven staan. Ik twijfelde trouwens een beetje of ik deze podcast wilde opnemen. omdat ik er natuurlijk nu nog middenin zit. Ik zit nog midden in de onzekerheid. en echt in de fase van ik weet het eigenlijk allemaal niet zo goed. en heel erg, ja, waar ik heel erg zoekende ben. Um, maar ik denk dat het juist heel powerful is. Dat ik het gewoon nu doe. Want het liefst doe je het eigenlijk op een moment dat je natuurlijk helemaal uit bent. En weer helemaal in een piek zit. En denk nou jongens, ik heb mijn nieuwe droombaan gevonden. En ik weet weer helemaal wat ik wil in het leven. En dit maakt me gelukkig. En ja, dat je een soort van die piek kan delen. En die, die gaat sowieso komen. En die ga ik ook sowieso met jullie delen. Ik kan daar nu al niet op wachten. Het voelt wel heel kwetsbaar. Maar ook wel weer... I don't know, heel mooi. En ik hoop dat ik wellicht jou um, daarin wat inzicht heb kunnen brengen vandaag. Mocht je zelf ook. Op dit moment even niet echt in een piek zitten. Of het ook allemaal even niet zo goed weten. En zit je wel in een piek en weet je het wel fantastisch? Dan moedig ik alleen maar aan om te blijven doen waar je blij van wordt. En waar je gelukkig van wordt. Om blijven zit je dan op een heel erg mooi en juist pad voor jezelf. Mocht je uh, Landscape uh, nog niet volgen op YouTube. Check het vooral. Uh, Lenette Hermsen heet ik op YouTube. Daar kan je Landscape uh, ook bekijken op beeld, als je dat fijn vindt. Dan kan je mij daadwerkelijk zien praten. En uh, mocht je het via YouTube kijken, vergeet uh, LensGate dan vooral ook niet te volgen op Spotify. Als je dat uh, voor beide kanalen kan doen, dat helpt me enorm uh, qua de zichtbaarheid van mijn podcast. Als je ook mijn podcast nog eventueel zou willen raten, ho hoeveel sterren je mijn podcast wil geven, dat zou ook heel erg helpen. Um, dus dankjewel als je dat zou willen doen. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.